deze keer is een keer een andere vlog dan anders. Want ik ga het hebben over hoe teams het beste met elkaar samenwerken. En eigenlijk als je kijkt naar de beste teams op aarde, werken die op een bepaalde manier samen. Ik ben vandaag een Artus. Hier heb je, als het goed is, kun je ze zien, dat olifanten. Die schijnen dus heel goed met elkaar samen te werken in het dierenrijk. Maar waar ik het vandaag over wil hebben, is hoe mensen heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Wat ik trouwens niet wist van olifanten is dat als zij samenwerken, dat voordat ze aan de taak beginnen, dat de ene olifant zelfs nog op de andere olifant wacht totdat die er is, zodat ze samen aan de taak kunnen beginnen. Wist ik niet. Waar ik wel veel meer van weet trouwens, is van hoe mensen samenwerken. Daar wil ik het dus vandaag over hebben. Als je dan kijkt hoe de beste teams op aarde heel goed met elkaar samenwerken, in de sportwereld of in de zakenwereld, dan is daar... Eigenlijk zijn het een aantal standaard stappen. En de basis is dat ze elkaar vertrouwen. En dan denk je, ja, Jorg, weet je. Klinkt allemaal heel logisch. Maar er zijn best wel veel teams waarbij dat nog niet zo volop aanwezig is. En er zijn dus een aantal manieren om dat te doen. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje terug een teamtraining gegeven bij Tommy Hilfiger en Calvin Klein. En dan zijn we op die ochtend eigenlijk, zijn we door een aantal oefeningen heen gegaan om dat te laten zien, dat te laten ervaren. Dus ik vertel er niet te veel over, ik laat niet te veel wetenschappelijke modellen zien, die zijn er wel. Maar ik ga met hun echt er doorheen. En ik wil er een aantal dingen van meegeven. Van hoe creëer je nou meer vertrouwen in een team? En wat zijn eigenlijk die andere stappen? Ik heb even geen whiteboard meer. Maar ik heb witte A4'tjes. En ik heb een model getekend van Patrick Lencioni. Fucking lelijke piramide. Maar je snapt precies, denk ik, wat ik zo ga uitleggen. Er zijn 5 fases waar een heel goed team doorheen gaat. En waarbij elke fase voor de ander gaat. De basis van een goed presterend team is vertrouwen. Als je geen vertrouwen hebt, kun je geen goed team bouwen. En er zit hier nog iets onder. Dat is weer een ander model, of in ieder geval een ander onderzoek van Google. Die ze hebben gedaan naar 250 van hun teams. En daar zijn ze achtergekomen dat hun beste teams 1 ding gemeen hebben. Onder al die teams. En dat is psychologische veiligheid. Nou, mag je gelijk weer vergeten. Ik ga hem er ook even niet onderschrijven. Ik wil hem wel even snel kort uitleggen. Psychologische veiligheid is het gevoel in een team dat je kan zeggen dat je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je de veiligheid voelt om te zeggen na 3 weken als je in een project zit, jongens, ik weet even helemaal niet meer waar we mee bezig zijn. Of dat je als je net ergens een week werkt bij een nieuw bedrijf en iemand oppert een idee, dat je met argumenten tegengas durft te geven. Of durft te zeggen, hey, trouwens, ik heb nog een beter idee. Heel weinig mensen durven en kunnen dat. En als je dus als team die psychologische veiligheid op een hoog niveau hebt, dan zul je zien dat teams veel beter gaan presteren. Maar even terug naar het model van Patrick Lencioni, wat je hier mooi in deze geweldige piramide ziet. Vertrouwen. Als je vertrouwen hebt als team, als je je kwetsbaar durft op te stellen, dan durf je ook naar de tweede stap te gaan. Constructief conflict. Een constructief conflict is nodig in teams. Een constructief conflict is over, ik kom met een geweldig idee in een team en jij zegt, Jorg, dat gaat niet werken, want. En dan kom je met een aantal argumenten. Dat die vrijheid er is dat jij met, dat ik überhaupt met een idee durf te komen en dat jij met argumenten durft te komen waarom het niet zo heel goed nog is en waardoor het nog beter zou kunnen komen, dat is extreem belangrijk. En dat is constructief conflict. En het kan af en toe best hard tegen hard gaan, maar als het vertrouwen er is tussen jou en mij, dan is dat helemaal oké. Okay. Dan gaan wij na een hele pittige discussie nog steeds goed uit elkaar en dan vinden we het jammer, vind ik het jammer dat jij mij nog steeds niet gelijk geeft, maar we kunnen in ieder geval constructief conflict hebben. Als we dat kunnen hebben, en we hebben onze argumenten uitgesproken, en we hebben alles gedeeld wat we vinden, dan kunnen we naar elkaar toewerken om het eens te zijn, en dan durven we ook te committen naar een idee. Hè, als je van je baas moet werken aan iets, en je moet je committen, maar je bent het eigenlijk niet mee eens, dan ga je niet op je best presteren. Dus commitment in een team is erg belangrijk, dat je daar kan komen. En als je kan committen, kun je elkaar ook verantwoordelijk houden. Want als jij al je argumenten hebt kunnen luchten over waarom iets goed of beter kan of helemaal niet kon werken en dat is weggenomen, dan kun je elkaar gewoon verantwoordelijk houden. Dan kun je zeggen, hé, we gaan hiervoor, laten we elkaar ook verantwoordelijk houden. En als je elkaar kan verantwoordelijk houden in het team, dan kom je op het hoogste niveau, dan heb je een sterke focus op het resultaat. Nou, dat is het model. Dat was een soort van origami zwaan die helaas niet vloog. Waar ik het dan over wil hebben is die eerste stap. Hoe bouw je vertrouwen? En wat ik bijvoorbeeld een teamsessie heb gedaan met Tommy Hilfiger en Calvin Klein, dan ga ik in een ochtend door een aantal oefeningen heen. Nou, die ga ik je nu niet laten zien, maar die zijn gestoeld op hoe bouw je dat vertrouwen. Een hele goede manier om vertrouwen te bouwen is het delen van ervaringen. En in zo'n teamsessie laat ik mensen bijvoorbeeld hun meest mooie moment van de afgelopen 6 maanden opschrijven en dan 1 op 1 met elkaar delen. Dan zul je zien dat sommige collega's helemaal niet bewust van zijn van andere collega's wat hun mooiste moment is. Daar zit een best leuke verrassing in. En deze momenten heb je eigenlijk gedurende de dag op werk ook wel. Maar
Ze zijn niet altijd aanwezig bij sommige teams. En bij sommige teams zijn ze helemaal niet aanwezig. En dit zijn bijvoorbeeld dingen op maandag, wanneer je vertelt over je weekend. Sommige mensen vinden dat irritant, die zeggen wanneer gaan we nou eens een keer werken. Maar dat zijn wel kleine momenten waarbij je deelt. En als je deelt, stel jezelf kwetsbaar op. En als je deelt, leer je meer van elkaar te kennen. En als je elkaar meer leert kennen, kun je elkaar ook beter vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat je ervaringen deelt. Dat is een hele mooie manier. Nou is er een onderzoek uit het Amerikaanse leger, waar ze hebben gekeken naar de Amerikaanse legerunits. En wat is nou echt belangrijk om een goede legerunit te hebben? En dan blijkt dus dat actief en constructief luisteren een enorm essentieel onderdeel is. Misschien nog wel belangrijker dan hoe goed iemand kan vechten. Dat noemen ze dus active constructive responding. Dus ik teken even een mooie kwadrant. Kwadrant, hè, zo'n raster, zo'n as. Actief en passief aan de ene kant. En deconstructief. Zo, hoor je mezelf spellen? En constructief. Als een van je collega's zijn of haar ervaringen deelt, dan kun je in vier rassen zitten als luisteraar. Laten we zeggen, ik kom thuis en heb een promotie gemaakt, dan heb je bijvoorbeeld een joy thief. Die zit in dit kwadrant. Een joy thief is actief, maar deconstructief. Een joy thief, ik kom thuis, ik heb promotie gemaakt, schat, ik heb promotie gemaakt. Een joy thief zegt, echt? Ga je nu nog vaker werken? Ben je nu nog minder vaak thuis? Dat is een joy thief. Al je geluk toen je thuis kwam, kapot, weg, klaar. Dat is dus niet de hoek waar je in wil zitten als je een beter team wil bouwen. Dan kun je ook nog een conversation hijacker hebben. Jij komt thuis, schat, ik heb promotie gemaakt. En de conversation hijacker is ook deconstructief, dus die helpt je ook niet echt. En die is passief. En die zegt, wat eten we eigenlijk? Dat is een conversation hijacker. Dan heb je nog een conversation killer. Je merkt het, ik vind het echt super leuk om te doen, dit op te schrijven. Jammer dat ik geen whiteboard heb, maar met een A4'tje lukt het ook. Conversation killer is constructief, maar is wel passief. Hey schat, ik heb promotie gemaakt. Wat leuk. Punt. Dus zo'n persoon helpt je niet het herbeleven daadwerkelijk echt delen. Het geeft je ook niet de ruimte om echt in je enthousiasme als je thuis komt te vertellen over die promotie. Nee, de echte sweet spot is de joy multiplier. Dat is de hoek waar je wil zitten. De joy multiplier. De joy multiplier helpt jou je moment herbeleven. Schat, ik heb promotie gemaakt. De joy multiplier zegt dan, wat geweldig, hoe was het? Wanneer vertelde je baas of bazin het? Hoeveel geld heb je er eigenlijk bij gekregen? Meer van dat soort vragen. Laten we het gaan vieren, weet je. Die trekt gewoon gelijk de champagnefles open. Dat is een joy multiplier. Als je kijkt naar de beste teams op aarde, hebben ze heel veel ruimte voor elkaar. Hebben ze heel veel aandacht voor elkaar. Willen ze heel graag ervaringen delen. Er zijn ook heel veel positieve constaties. Dat is mijn laatste punt. Heel dus vertrouwen bouwen. Je doet dat door ervaringen te delen. Als iemand zijn ervaring deelt, wil je hier zitten qua joy multiplier. En laten we eerlijk wezen, op maandagochtend kan je ook wel eens een conversation killer zijn door te zeggen, oh wat leuk, maar het is 1:12, ik moet een meeting in. Als je dat ervaart, is het heel mooi om te zeggen, hey wat geweldig, ik moet over 1 minuut een meeting in, zullen we om 5:00 vanmiddag even een kopje koffie drinken, dan kunnen we er meer over vertellen. Nog een origami zwaan. Het laatste wat ik je wilde vertellen is, als je naar de beste teams op aarde kijkt, dan is er een bepaalde positiviteitsratio. De beste teams op aarde hebben veel meer positieve gesprekken dan negatieve gesprekken. Toen ik voor het eerst een team leidde, was ik meer gefocust op dingen die niet goed gingen, die ik beter wilde maken, dan op dingen die wel goed gingen. En als je dus kijkt naar de beste teams op aarde in de sportwereld of in het zakenleven, is er een bepaalde positiviteitsratio. Ze hebben 3 keer zo vaak positieve gesprekken dan negatieve gesprekken. En zij focussen ook veel meer op elkaars positieve punten dan op elkaars negatieve punten. Zij proberen, de beste teams op aarde, proberen van elkaar 7 een 9 te maken. Die vertellen elkaar van, oh, wat geweldig als je dat doet. En ik zou het nog meer doen als ik jou was. Op het werk kun je dat nog meer zo laten zien. In plaats van een 4'tje een 8 proberen te maken. Hè? En tuurlijk moet je je zwakheden managen als team. Tuurlijk moet je zeggen, hey, dat gaat nog niet zo lekker. Dat is een 4, dat moet een 5. Maar met focus 3 keer zo vaak om van een 7 een 9 te maken. Dat zijn de 3 dingen die ik je wilde meegeven. Een heel goed team. De basis daarvan is vertrouwen. Je deelt dus ervaring met elkaar, een manier om vertrouwen te bouwen. Je kan daarbij heel actief en constructief luisteren, dat maakt het nog makkelijker om ervaring te delen.
En überhaupt hebben de best presterende teams op aarde hele positieve gesprekken. Dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me weten in de comments of je hier wat mee wil gaan doen of gaat doen. En hoe je ervaringen zijn. En ik zie je volgende week weer bij een gewone, normale vlog. Ciao! And now you've got yourself something funky.